Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een mega grote shoplog. Ik heb echt super veel dingetjes verzameld. Er is sale geweest. Ik heb dingen bij de Zara besteld, nieuwe bikinis. Dus ik dacht, ik vind het wel heel erg leuk om hier een aparte shoplog van te maken. En dat is ook alweer een tijdje geleden. Ik zat net te kijken en over precies 50 dagen ga ik op vakantie. Dus daar heb ik ook het een en ander voor uitgekozen. Er is Zara sale geweest. Dus ik ga het gewoon lekker allemaal hier laten zien. En ik hoop dat jullie dit een leuke video vinden. Ja, ik ga beginnen bij de Zara, want daar heb ik echt het allermeest gekocht. En ik denk dat jullie dat ook leuk vinden om te zien. Ik ga beginnen met deze kleine zak. Die heb ik ook nog niet opengemaakt. Dit was dan zo'n bestelling dat ik eigenlijk mijn sale bestelling al had gedaan. En dan daarna nog een keer ging kijken. En toen toch nog opeens dit leuke topje zag. En ik heb hem dus nog niet gepast. Dus ik hoop dat hij leuk is. Maar dat is dus dit topje. Ik denk dat heel veel mensen dit ook best wel heftig vinden. Maar ik zag het op een model. En ik vond dit wel echt heel erg leuk. Ik dacht misschien met een low waist spijkerbroek of zo. Of met een mooie lange rok eronder vond ik deze wel heel erg leuk. Ik heb hem in de maat S. En origineel was hij dus 30 euro. Ik weet niet. De saleprijs staat hier niet op. Dus ik weet niet hoeveel die in de sale was. Maar ik denk rond de 20 volgens mij zoiets. Maar dat is dus deze. Ik hoop dat die gaat passen. Ik ga zo meteen ook voor jullie alles aantrekken. Dat gaan jullie ook allemaal zien. Maar ik vond dit wel echt een heel erg leuk zomertopje. En hij voelt ook echt heel erg dik aan. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. Ik weet even niet wat ik van dit topje vind. Aan de ene kant vind ik het ook wel weer een soort schattig. Ja, ik moet hem eigenlijk ook gewoon even zonder BH aan. Deze bandjes zijn echt super lang. Dus die moet ik eigenlijk eventjes kleiner laten maken. Stel dat ik dit hou. Maar ik voel me ook wel een beetje een cupcake. Ik weet niet echt of ik dit nou heel erg leuk vind of niet. Sowieso met dit broekje eronder staat natuurlijk sowieso niet echt. Maar die touwtjes zijn ook heel lang. Ik weet het niet. Ik ga hier nog even over nadenken. Ik vond het idee wel echt heel leuk. Maar ik weet niet of ik dit echt ga dragen en me dan me zo voel. Dan een setje. En die heb ik al een keertje gedragen. Dus hij ziet er misschien een beetje gekreukeld uit. Maar dat is dit roze shortje. Wit gestreept met roze. Echt heel erg leuk vind ik die. Deze heb ik in een XS. En daar hoort dus deze blouse bij. Deze had ik trouwens wel gekocht voor de sale. Dus ik weet niet of ze deze nog hebben of dat hij überhaupt in de sale is. Maar deze blouse hoort er dus bij. Hij valt wel echt mega groot. Want ik heb deze ook in een XS en hij valt echt als jurk. Maar ik vind dit als setje echt heel erg leuk voor lekker naar het strand. Of laatst was het in Nederland heel erg lekker weer. Toen had ik hem ook gewoon hier aan met een witte bandeau top eronder. En ja, het is gewoon lekker zo'n dun linnen blouseje. Wat je eigenlijk met altijd alles wel kan dragen en combineren. Dus die. Dit setje vind ik ook zo vrolijk en gezellig. Lekker dat roze. Hij mag wel even eentje dicht. Maar ja, het is natuurlijk gewoon chill voor lekker op het strand. Maar ook gewoon als je bijvoorbeeld, weet ik veel, een dagje, een middagje naar de stad gaat of zo. Heel erg leuk setje. Hij schijnt dus wel een beetje door. Maar ik had er bijvoorbeeld van de week had ik er gewoon een witte bandeau op onder gedaan. En dan iets meer open. Vond ik ook wel heel erg leuk. En dat broekje zit ook mooi. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, maar ja, dit is dat setje. En dan gaan we door naar deze mega grote doos. Er zit ook iets in wat niet uit de sale was. En dat is namelijk deze tas. Ik was dus van de week eventjes in de Zara en toen zag ik deze tas dus in het blauw staan. Die was dus wel in de sale. Toen had ik eigenlijk die gepakt. En toen liep ik dus een stukje verder en toen zag ik hem dus in het geel. Die vond ik eigenlijk leuker, maar ja, die was natuurlijk weer niet in de sale. Maar ik dacht, ja, die paar euro uit de sale maakt dan ook niet uit als ik die gele leuker vind. Dus ik heb deze meegenomen. En er past echt oprecht heel erg veel in. Het is echt zo'n lekkere grote zaktas die je gewoon naar alles mee kan nemen. Ik had hem afgelopen weekend ook mee naar een feestje. Dan droeg ik hem gewoon zo om mijn arm. En op zich kan je hem ook nog wel zo hier omheen dragen. Kan je hem ook nog wel vastzetten onder je oksel. Maar dat is deze. En deze was 30 euro. Dan even kijken. Als allereerst dit witte simpele topje. Ik zag deze hangen en ik vond dit moutje wel heel erg mooi. Dat hij zeg maar, ja, dat je hals net iets langer is. Ik weet niet, witte shirtjes zijn altijd chill om te hebben. En worden best wel snel vies en lelijk natuurlijk. Dus ik dacht, ik neem eventjes een schone mee. En ik heb deze in de maat S. En die was afgeprijsd van 8 euro naar 6 euro. Dus dat is die. Heel simpel topje, maar wel heel erg chill om te hebben. Ik moet nog wel eventjes die touwtjes eruit knippen. Maar ik vind vooral die hals mooi. Dat hij zeg maar soort van zo schuin loopt. Ja, gewoon wat ik zeg. Heel simpel shirtje, heel simpel topje. Lekker voor met een blazertje van de zomer. Lekker met een lange wijde linnenbroek of zo. Gewoon chill. En vooral heel chill voor die 6 euro. Dan nog een wit topje. En deze vind ik echt heel erg leuk. Ik moet alleen eventjes die bandjes wat korter maken of korter laten maken. Maar dat is deze. Ik vond dit echt zo schattig topje. Kijk, hier aan de bovenkant heeft hij dus
van dat kant zitten bij ja, je borsten, zeg maar. En dan daaronder is die een beetje zo poofy. Ik vond dit echt heel erg schattig. Ik zag deze hangen en toen dacht ik, ja, jij gaat mee. Deze heb ik ook in de maat S en was afgeprijsd van 20 euro naar 12 euro. Alleen het enige is dus, die bandjes zijn dus best wel lang. Kijk, dus het hangt een beetje net niet goed. Maar ik kan ze dus ook niet verstellen. Dus ik moet ze eventjes zelf korter maken of korter laten maken. Even kijken. Maar deze leek me wel heel erg leuk voor op vakantie. Dus deze. Deze had ik natuurlijk al gepast. Dus deze vind ik echt, weet ik gewoon dat ik deze heel erg leuk vind. Alleen kijk, die bandjes zijn echt veel en veel te groot voor mij. Als ik hem helemaal zo doe dan. Ja, dus dat moet ik eventjes laten fixen. Maar verder vind ik dit echt een heel erg leuk en schattig topje voor de zomer. Dus hier ben ik ook echt heel erg blij mee. Ja, vooral als je lekker bruin bent. Oh, heerlijk. Ik kan echt niet wachten tot op vakantie dat ik dit lekker aan kan trekken. Dan iets wat iedereen denk ik wel overal gezien heeft. En ik heb hier ook al de rok van. En toen zag ik dus laatst weer dat deze jurk op voorraad was in de winkel. Dat is die welbekende hele lange panterjurk. En die vond ik echt heel erg leuk. Ik had hem toen al een keertje gepast. En toen twijfelde ik. Toen had ik toch de rok meegenomen. Want je hebt hier dus ook een rok van. Want ik dacht, nou, dat is misschien wat makkelijker combineren. En toen vond ik die rok eigenlijk zo leuk. En toen zag ik de jurk hangen. Toen dacht ik, ja, ik ga die jurk ook gewoon meenemen. Hele lange maxi jurk is het. En deze heb ik in een maatje S. En deze was 30 euro. Wat ik voor zo'n lange mooie jurk eigenlijk ook best wel mee vind vallen. En aan de voorkant is het zo'n soort van waterval effect dingetje. Dus helemaal blij hiermee. Welbekende panterjurk. Ik moet weer eventjes die touwtjes wel echt eruit knippen. Maar ik vind deze ook echt heel erg mooi. En qua lengte is die voor mij ook echt weer helemaal goed. Dat heb ik normaal echt nooit met te zagen. Normaal is het echt veel te lang. Maar deze zit, ja, ik moet even eigenlijk zonder BH eronder. Maar ik heb nu eventjes geen plak bij de hand om dit te passen. Ik moet er wel ook een beetje aan wennen bij mezelf. Aan de ene kant vind ik het ook wel weer een tikkeltje ordinair. Maar ik vind het ook wel weer heel erg leuk. Maar verder zit hij qua maat en alles echt perfect. En er zit hier ook weer een laagje onder. Zodat hij dus niet doorschijnt. Dan heb ik een heel kleurrijk topje. En ik heb deze seal items allemaal ook nog niet gepast. Dus dat gaan jullie zo allemaal zien. Maar in ieder geval dit topje. Een groen, ja, één mouw topje. Één schoudertopje. En ik vond deze wel heel erg leuk. Ik dacht leuk voor op het strand met een witte linnenbroek of zo. Ik weet niet precies. Maar ik zag hem en ik vond hem wel leuk. Ik heb deze in een XS. En normaal is deze 18 euro. Ik denk dat ik er nu rond 12 zoiets voor heb betaald. 12, 13 euro. Dus dat is deze. Ik weet alleen niet echt of deze kleur heel leuk bij mij staat. Maar goed, dat gaan we zo meteen zien. Of ik deze ga houden, ja of nee. Dit topje. Ik twijfel een beetje. Ik weet niet echt of ik die kleur nou helemaal mijn kleur vind. Misschien had ik hem leuker gevonden als het een ander kleurtje was geweest. Verder vind ik het op zich wel een mooi en leuk topje. Maar ik twijfel of ik dit vaak ga dragen. Omdat waarschijnlijk elke keer als ik dit aantrek ga ik twijfelen aan die kleur. Dus misschien moet ik hem maar gewoon terugbrengen. Dan is het anders een beetje zonde. Ik vind het wel verder een heel mooi topje. Maar niet mijn kleur. En dan heb ik nog 3 blazers besteld. Als allereerst deze blauwe. En ik denk dat ik deze ga terugsturen. Want ik wilde deze van het weekend aan. En dus had ik nu eventjes gepast. Maar ik vind hem toch niet heel erg mooi staan qua model. Ik vind hem iets strak nog. Ik kan misschien beter een S kunnen bestellen. Maar het is in ieder geval een blauwe blazer. Ik vond die kleur wel echt heel erg mooi. En ik heb dus ook nog geen blauwe blazer. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Maar ik denk dat ik het model leuker had gevonden als die een maatje groter was geweest. Want ik heb hem namelijk in een XS besteld. En hij was afgeprijsd van 60 naar 40. Verder vind ik het wel echt een hele mooie blazer. Maar ik zal zo meteen tijdens de aanbeelden wel even laten zien wat ik bedoel met dat hij misschien wat oversized had gemogen. Ik zou hem in principe nog in een S kunnen nabestellen. Ik weet niet of die er nog is, maar misschien vind ik het ook wel eventjes goed zo. Dus deze. Ik vind de kleur van deze blazer echt heel erg leuk. Alleen hij had van mij gewoon denk ik wat groter gemogen. En volgens mij klopt die voering hier in die mouw ook niet helemaal. Want hij is heel raar met aantrekken. En volgens mij is dit even niet helemaal juist gestikt hier van binnen. Verder vind ik het wel heel erg leuk. Maar ik ga deze denk ik gewoon terugbrengen. Want ik weet gewoon van mezelf dat als ik nu al twijfel, ga ik hem gewoon niet aantrekken. Dus dat is gewoon zonde. Dus deze gaat terug. Maar goed, verder vind ik de kwaliteit van de blazer wel echt heel erg mooi aanvoelen. En ook echt een hele mooie kleur. Dan nog een zwarte blazer. Die heb ik wel gisteren aangehad. Die moet ook echt in de was. Want die ruikt helemaal naar rook en drank en weet ik het wat allemaal. Maar dat is deze zwarte. Het is een beetje een kimono blazertje. Hij is heel dun. En hij heeft ook, en met zwart zie je dat niet zo heel goed. Maar hij heeft ook een beetje een soort ribbelpatroontje erin. Ik vind hem echt heel erg leuk. Hij
heeft eigenlijk van zichzelf een beetje een soort van driekwart mouwen. Nou, bij mij zijn die mouwen wel gewoon helemaal lang, want ik ben niet zo groot. En ik heb deze dus in een XS. Ja, in een XS. Ik heb het kaartje bewaard, als het goed is. Ik heb het kaartje bewaard. En deze was afgeprijsd van 50 naar volgens mij 30. Of 40, een van de twee, dat weet ik niet meer. Maar ik vond hem in ieder geval echt heel erg leuk. Deze ga ik sowieso houden. En ze hadden hem dus ook in het beige. En toen ik ging bestellen, twijfelde ik heel erg van... Vind ik zwart leuker of beige? Dus ik had ze allebei besteld. Ik heb die beige nog niet gepast. Dus ik weet nog niet of die kleur leuk staat. Maar dat is in ieder geval dezelfde, maar dan in het beige. Nu kan je het ook iets beter zien. Weet je, ja... Gewoon een losvallend blazertje, kimonootje. Met zo'n leuk patroontje erin. Deze. En hier hoorde dus eigenlijk ook een broek bij allebei. Maar die was dus wel uitverkocht. En ik heb wel een zwarte satijnen broek. Dus die had ik toevallig daarmee aan van de week. Maar van deze heb ik dus helaas geen broek. Maar dat is deze. En deze heb ik ook weer in een XS. En was ook weer afgeprijsd van 50 naar of 30 of 40 euro. Dus dat is die. Vind ik ook echt... Eigenlijk wel heel erg leuk. Ik ga hem zo meteen even passen en kijken of het wat is. Deze blazer kimono vind ik dan wel weer echt heel erg leuk. Ik weet niet, hij is gewoon wat losser, wat chiller of zo. Het is dus echt een soort, ja, kimono blazertje. Hij valt dus wel wat langer. Hij valt dus over mijn billen heen. Maar dat vind ik op zich ook wel weer leuk. Want stel je doet het met een kort broekje en dan doe je hem een beetje dicht. Dan kan je hem eventueel ook nog als een soort van jurkje achter dragen. Dus... Ja, deze heb ik al gedragen, dus deze ga ik sowieso houden. Maar hier ben ik wel echt heel erg blij mee. Ook lekker dun, dus voor de zomer vind ik dat ook wel lekker. Als nog een keer de zon gaat schijnen hier in Nederland. Maar dat hoop ik wel. Maar ja, ik vind het een heel erg leuk dingetje. Dus deze hou ik sowieso. Hetzelfde in het beige. En ik had deze nog niet gepast, maar ik vind hem eigenlijk ook wel echt heel erg leuk. Als je hier gewoon een zwart shirtje of zo onder doet, omdat die knopen natuurlijk ook zwart zijn. Is dat denk ik wel echt heel erg leuk. Kijk, nu kan je ook iets beter... Het model zien, want op zwart zie je dat toch altijd net even iets minder. En hij heeft dus ook een beetje zo'n riebelpatroontje erin. Ja, ik vind deze ook wel echt heel erg leuk. Gewoon weer even een ander soort blazer dan normaal. Ik heb ook nog niet echt een blazer in deze kleur. Kimonootje. Ja, ik vind deze heel erg leuk. Dan heb ik ook iets van de Stradivarius. En dat is namelijk deze hele lange witte rok. Ik had deze toen al voor Curaçao in het zwart gekocht en die vond ik heel erg leuk. Wilde ik eigenlijk ook in het wit, maar die was elke keer uitverkocht. En nu hadden ze hem dus weer op voorraad. Ik zie dit ook helemaal voor me op vakantie op Rodos. Lekker zo'n lange rok in de avond en dan een mooie korte top erop. Ja, ik vind deze echt helemaal leuk. Ik heb deze in een XS. Er staat geen prijs bij, maar volgens mij hebben we alvast die 30 euro. Dus de camera even een klein beetje naar beneden gezet voor deze rok. Maar kijk. Helemaal leuk. Hij is qua lengte, is die voor mij ook perfect. Normaal zijn dit soort dingen echt... Veel te lang, maar deze is eigenlijk echt helemaal goed. Hier ben ik ook echt heel erg blij mee. Volgens mij zit er ook nog een soort, ja, er zit ook nog een onderlaag onder. Zodat dit dus ook niet doorschijnt. Dus dat is ook echt goed. Dan heb ik ook drie nieuwe bikinis besteld bij Bayou. Waarvan ik er over eentje nog een beetje twijfel of het helemaal mijn kleur is. Maar die andere twee hou ik sowieso. Als allereerst deze blauwe. En dit model is sowieso echt mijn lievelingsmodel. Ik vind die gewoon echt super mooi zitten altijd. En heel erg chill met bruin worden. Dat is namelijk dit model. Ik vind deze blauwe kleur ook echt zo mooi. En je hebt hier dus wel bandjes aan zitten. Maar die kan je er gewoon afhalen. En die haal ik er eigenlijk altijd af. Ik heb hem nog nooit met bandjes gedragen. Ja, ik vind dit model gewoon echt tof. Want als je dan aan het zonnen bent, dan wordt dit ook gewoon bruin. Dus als je dan een jurkje of zo aan hebt, heb je niet van die hele erg tenlijns. Dus dat is deze. En deze heb ik in een maatje S. Ik heb eigenlijk bijna altijd mijn topjes van Bayou. Wel een maatje S, dus net zoals die. En daar hoort dit broekje bij. Met die ring. Ik moet zeggen, vorig jaar hadden ze dit model dus ook al, deze top. Die had ik toen in het zwart. Maar toen vond ik de broekjes met de ring een beetje onhandig. Want ik dacht, ja, heb je zo'n grote ring met bruin worden. Dus toen heb ik eigenlijk alle normale broekjes gekocht en dan zonder ring. Maar dit jaar vind ik die ring helemaal leuk. Dus ik heb de broekjes met ring gekocht dit jaar. Ook echt heel erg blij mee. En van het broekje heb ik een XS. Eigenlijk altijd ook weer bij jou een XS van de broekjes. Van deze collectie heb je dus ook een oranje. Die heb ik dus laatst ook, of nou laatst, al een tijdje geleden gekocht voordat ik naar Curaçao ging. Daar was ik zo blij mee dat ik dacht, ja, ik wil gewoon eventjes nog een leuk kleurtje in deze, in dit model. Dus die. En dan dus dezelfde bikini in het roze. Maar hier twijfel ik dus een beetje over de kleur. En dat vind ik gek, want Demi heeft dus deze bikini gekocht in deze kleur. Echt super mooi. En toen zei ik aan, dan dacht ik, ja, ik ga hem openstellen. Hij is zo mooi. En nu komt hij dan binnen en denk ik... Is dit wel helemaal mijn kleur? Ik weet het nog niet helemaal. Ik ga er nog eventjes over nadenken. Maar ja, het model is in ieder geval weer gewoon hetzelfde. Echt topmodel. Is echt mijn lievelings. Ook weer in een maatje S. En dan ook weer
hetzelfde broekje erbij. XS. Ook weer in een XS. Ook weer met die ring. Gewoon precies hetzelfde als die blauwe. Maar ik weet gewoon niet of ik die kleur leuk bij mij vind. Ik vind blauw toch altijd iets leukers dan een roze, denk ik. Ik weet het niet. Laat even weten wat jullie vinden. Ik ga hier trouwens geen aanbeelden van doen van de bikini. Want ja, en dan heb ik nog een bikini. En deze vind ik zo mooi. Ik had deze dus ook op Ibiza mee in het zwart. En ik weet niet, ik vond het topje gewoon echt heel chic of zo. Dus ik heb hem ook in het crème. Deze ook weer wel met zo'n ring in het midden, maar toch weer anders. Want deze heeft dan wel weer, zeg maar, van die bandjes. En ik weet niet, ik vind deze kleur gewoon echt heel erg mooi. Ook voor als je bruin bent. Wel is het een beetje oppassen met zonnebrand en zo. Want het kan wel snel vies worden. Maar daar ben ik zo blij mee. Ik vind sowieso, al mijn bikinis zijn eigenlijk altijd van Bayou. En ze hebben gewoon echt de mooiste bikinis. Deze heb ik ook weer in een S. En hier hoorde gewoon een normaal broekje bij. Zonder een ring of dingetje. En dat is deze. En die heb ik weer in een XS. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. En die gaat ook lekker mee naar Rodos. Dus dat waren de bikinis die ik bij Bayou had besteld. En dan heb ik nog een pakketje binnengekregen van Ted Swimwear. Daar zit als het goed is een jurkje in. Voor hele mooie kleuren. Ik had het wel zelf uitgekozen. Dus ik wist wat er aan zou komen. Maar ik vind de kleur in het echt heel erg mooi. Het is dit jurkje. Oh, hij ziet er wel een beetje groot uit. Ik hoop dat het niet te groot gaat zijn voor mij. Maar dat is dit jurkje. Ik dacht heel erg leuk voor over je bikini heen. Of naar een feestje met leuke laarzen eronder. Ik heb hem in een maat XS. En het is gewoon zo'n lekkere, een beetje linnen stof volgens mij. Of is het geen linnen? Het is van linnen gemaakt. Zo'n heel erg lekker stofje. Dus stel dat hij te groot is, kan ik hem misschien nog even heet wassen. Dan krimpt hij misschien nog een beetje. Maar in ieder geval deze ben ik ook heel blij mee. Ik ben benieuwd hoe die staat. Ik hoop dat die kleur ook leuk bij mij staat. Maar ik heb in ieder geval een paar laarzen in dezezelfde kleur. Dus dat gaat helemaal leuk zijn met elkaar. Dus dat is die. Hij is helaas wel echt een beetje groot. Ik ben natuurlijk ook gewoon echt heel klein. Ik ben 1,58. Dus hij is een beetje groot. Maar misschien ook eventjes gaan proberen om hem heet te wassen. Want het is natuurlijk linnen. En als je linnen voor de eerste keer heet was, dan krimpt het dus nog volgens mij. Misschien ook dat eventjes gaan proberen. Want ik vind het wel echt een heel erg leuk jurkje. Leuke kleur. Maar helaas wel echt even iets te groot. Want hier ook de elastieke band die hangt, zeg maar. Die zit niet echt strak. Dat kan ook niet zo omhoog doen. Want als ik dan zo loop, dan gaat hij weer zakken. Maar verder vind ik het echt een heel erg mooi en leuk jurkje. Ook echt een hele mooie dikke stof. Dus ik hoop dat ik deze in de was kan laten krimpen. En dan als laatste kleding item. Ik heb hierna nog wel één item, maar dat is geen kleding. Dat is dit setje van Studio Amaya. Ik was van de week met Stan eventjes in de stad. En ik liep bij de Gaudi naar binnen. En ik wist dat ze daar dit merk verkocht. En ik had dit pak al best wel vaak voorbij zien komen. Toen hing die daar nog in mijn maat. Toen dacht ik, ja, ik ga hem gewoon meenemen. Want ik vind hem echt heel erg leuk. Het is dus een shortje. Deze. En het lijkt dus een beetje op een rokje. Maar het is dus wel echt een broekje. In de maat XS. En deze was €70. Heel erg schattig vind ik dit. En er hoort dus dit blouseje bij. Die je er dus op kan dragen. Lijkt het gewoon alsof je een soort van heel pak aan hebt. Wat ik echt heel erg leuk vind. Deze heb ik ook in een XS. En deze was €75. Ik weet niet. Soms heb je gewoon, ga je bijvoorbeeld met familie uit eten. Of ga je iets met familie doen. En dan vind ik het gewoon leuk om er leuk uit te zien. Maar ik leef er dan toch altijd wel net iets anders vaak dan dat ik met vriendinnen ben. En dit was echt zo'n pakje dat ik dacht, ja, dit is echt zo'n leuk pakje wat je aan kan trekken met familie. Of als je uit eten gaat, dan wil je er toch ook leuk uitzien, maar altijd wel iets netter. Toen dacht ik, ja, dan is dit wel echt een heel erg leuk pakje. En ik had hem al best wel vaak op Insta bij mensen voorbij zien komen. Vond ik hem ook altijd echt super leuk staan. Dus deze heb ik ook meegenomen. Ja, ik vind dit setje wel echt heel erg schattig. Die V-hals had van mij wel nog iets dieper gemogen misschien. Maar ik vind dit wel gewoon echt heel erg schattig. Wat ik zei, als je gewoon uit eten gaat en gewoon even wat netjes aan wil, maar toch eventjes wat leuks, vind ik dit wel heel erg leuk. Je kan dit, er zit zo'n elastieke band, dus dat kan je ook nog wat hoger doen. Zodat dit iets meer vorm krijgt, zodat je nog een beetje je tooi erin ziet. Dat je niet zo'n grote zak bent. Maar ik vind dit wel heel erg leuk. Met leuke laars of zo eronder, leuk tasje erbij. Helemaal gezellig en leuk zit. En als allerlaatst deze nieuwe hoed. Ik had deze al laten zien in mijn weekvlog. Maar ik ben er zo blij dat ik hem ook nog hier eventjes in wilde laten zien. Ik heb namelijk deze hoed gekregen van Old Habits Die Hard. Echt mega mega blij mee. Ik heb al 1, 2, 3, 4, 5 hoeden van hun. En dit is de zesde. En maat Lief is een vriendinnetje van mij. En door haar ben ik echt verslaafd geraakt aan hoeden. Toen ik haar nog niet kende, had ik geen ene hoed.
En sinds ik met haar omga, heb ik er nu 6. Ik vind het gewoon heel vaak je outfit afmaken of gewoon leuk voor op vakantie, op het strand. En ik heb deze keer voor een beetje een off-white kleurtje gekozen. Want ik heb allemaal wel wat donkerdere en heftigere kleurtjes. Dus ik dacht, ik ga nu voor een beetje een basic kleurtje. Dat leuk overal bij past. En ze hebben er ook zo'n band bij gedaan. Wat ik ook heel erg leuk vind. Ik heb zelf ook al bij mijn andere hoeden van die touwtjes met van die munten eraan. En die kan je daar ook gewoon afhalen en hier omheen. Dus kan je die er ook nog bij combineren. Vind ik wel echt heel erg leuk. En deze heb ik in een maat 56. Dat is volgens mij een M. Ik heb eigenlijk altijd van de stoffenhoeden van Old Habits een M. En van die rieten strandhoeden heb ik eigenlijk altijd een L. Want ik heb best wel een groot hoofd. Dus deze hier ben ik ook echt heel erg blij mee. En dit waren dan alle items die ik de afgelopen tijd voor de zomer heb gekocht. Het is een beetje bij elkaar geraapt zootje. Maar ik dacht, ik vind het wel heel erg leuk om er eventjes weer een aparte video van te maken. In plaats van elke keer maar alles in de weekvlog te laten zien. Dus ik hoop dat jullie dit ook leuk vonden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zien jullie mij snel weer. Doei!